Hey, hallo allemaal! Hey! Welkom bij Sportschool Gerloet vlog nummer 6. We hebben het in eerdere vlogs al gehad over sterke armen, sterke benen. En je weet, kracht is wel belangrijk. Maar balans is alles! Daar gaan we het vandaag over hebben. Veel plezier! Kijk, en deze balans kan je overal weer trainen. Ik doe hem even voor met meester Pim. Wacht, eerst even handen wassen! Schone handen. Je staat op één lijn op ongeveer armlengte afstand. De handen zijn plat tegen elkaar en je gaat spelen om iemand naar voren of naar achteren te laten stappen. Een extra spelregel is, raak je iemand ergens anders aan dan de handpalmen, heb je verloren. 3, 2, 1, let's go. Ah, ik was hier. Jij hebt gewonnen. Nog een keer. Oh, ik heb je aangeraakt. Je hebt weer verloren. Nou, fijn. Zoek iemand waarmee je kan oefenen. Ja jongens en meisjes, jullie zagen al, meester Pim en ik staan een klein beetje dicht bij elkaar. Misschien wel iets dichterbij dan de geadviseerde afstand. Gaan jullie even kijken naar wat ingestuurde filmpjes naar aanleiding van onze vlog van gisteren. En dan gaan wij even aan de slag met een oefening die jullie allemaal kunnen uitvoeren met wat meer afstand. Ja, ja, balans, dat is alles natuurlijk. Vet goede oefening hiervoor. Kan je overal doen. Oh, wacht even meester. Wel een veilige afstand van elkaar. Oh ja. Ja. 1,5 meter. Eens even kijken. 2,5. 2,5. Veilig. Oké. Succes. Oh, daar gaan we. Ja. Ja. Nee. Wat is dat? En als je dan geen strand in de buurt hebt, dan hoef je het gewoon weer in de tuin. Op een kistje of op een kratje. Oké, punt voor Liam. Ja, punt voor jou. Kom op, kom op. Wat zijn jullie aan het doen? Oh, touwtje trekken. Oh, touwtje trekken. Nou, ga door dan. Ja, ik heb het geprobeerd hoor met die kratjes thuis, maar dat gaat niet hoor. Nou, dat zijn de verkeerde kratjes, meester Pim. Dat zijn de kratjes waar je de boodschappen voor je bejaarde buurvrouw mee doet. Oh. Ja, wist ik veel. Oké, jongens en meisjes, dank jullie wel voor het kijken. Dit was filmpje nummer 6. We hopen dat jullie het naar je zin hebben gehad. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Volg ons op Insta en op Facebook. Ja, en al die trucken van jullie, we willen ze zien. Stuur ze op. Opsturen. Tot morgen. Later.